Als Nederlander heb je vanaf je geboorte rechten en plichten. De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol, maar het is niet altijd bekend wat ze allemaal doet. In deze film gaan we daarom kijken naar de rechten en plichten die je hebt vanaf het moment dat je geboren bent tot aan je 16e. De jaren daarna komen in een volgende film aan bod. De gemeente doet ontzettend veel werk voor de inwoners van Haren. Dat vinden we ontzettend leuk, maar we doen zoveel werk dat het niet altijd bekend is bij de mensen. En ik wil heel graag laten zien waar die 200 medewerkers van de gemeente zich dagelijks mee bezighouden en wat het allemaal betekent voor onze eigen gemeenschap. Bij je geboorte krijg je meteen al te maken met de gemeente. In Haren worden gemiddeld zo'n 40 baby's per jaar thuis geboren. Veel Harenaren wijken uit naar het ziekenhuis in Groningen. En dan moet de geboorteaangifte ook in Groningen gedaan worden. Je vader is in eerste instantie verplicht om aangifte te doen. Als dat niet lukt, moet iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest de aangifte doen. Het opgeven mag altijd door je moeder worden gedaan. De aangifte moet binnen 3 werkdagen na de geboorte plaatsvinden. En samen met de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt de geboorteakte opgesteld. Zodra de akte gewaarmerkt wordt, bestaat het kindje ook met naam en toenaam. Dus het is heel belangrijk dat de goede naam wordt ingegeven. Want het wil nog wel eens gebeuren dat de vader zo zenuwachtig is dat hij het naam van het kindje wat ze al hebben opgeeft. Als het de akte gewaarmerkt is, dan krijgt vader vaak een uittreksel of een kopie van de akte mee voor het plakboek. En daarbij krijgen ze ook nog een cadeautje van ons mee. Ja, we vinden het altijd leuk als in onze eigen gemeente een geboorte plaatsvindt. En de geboorteaangifte dan ook bij ons kan gebeuren. En vandaar een kleinigheidje voor een meisje of als het een jongetje is. Een jongetje? Als de gemeente je heeft opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie, gaan je gegevens automatisch naar verschillende instanties. Je krijgt een burgerservicenummer en je ouders hebben recht op kinderbijslag. Ook gaan je gegevens naar de Belastingdienst en de Entadministratie. Met die registratie regelt de gemeente ook direct dat de zorg bij het consultatiebureau wordt geactiveerd. Het consultatiebureau verzorgt medische basiszorg en preventie bij alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Zo komt er in de eerste weken verpleegkundige op thuisbezoek voor het hielprikje. De consultatiebureau arts kijkt verder naar de groei en ontwikkeling. Ook krijg je inentingen om je te beschermen tegen ziekten als kinkhoest, meningokokken en mazelen. Hoewel deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma niet verplicht is, wordt meer dan 95% van de kinderen in Nederland ingeënt. Ach, echt bloed, jongen. Echt. Zodra je 4 jaar bent geworden, heb je recht op onderwijs. De gemeente zorgt voor basisscholen op loopafstand en voor middelbare scholen op fietsafstand. De gemeente Haren telt in totaal 11 basisscholen die verspreid zijn over de dorpen. Is er geen geschikte school in de buurt, dan regelt de gemeente leerlingenvervoer. Om te zorgen dat je veilig naar school kunt gaan, financiert de gemeente verkeersonderwijs en de opleiding van verkeersbrigadiers. De gemeente zorgt ook voor goed uitgeruste schoolgebouwen, zodat je de ruimte krijgt om je op alle vlakken te ontwikkelen. Verder subsidieert de gemeente ook ontruimingsoefeningen door de brandweer, weerbaarheidstrainingen en de gymlessen. Vanaf je 5e tot je 18e is onderwijs een plicht. De leerplichtambtenaar van de gemeente Haren heeft de verantwoording over het gebied waar de Harense leerlingen naartoe gaan. En dat kan dus ook in Groningen, Assen of Zwolle zijn. De gemeente probeert al in de onderbouw preventief te voorkomen dat je stopt met het volgen van onderwijs. Om goed voorbereid te zijn op de rest van je leven is een startkwalificatie als onderwijs namelijk zeer belangrijk. Er worden per schooljaar zo'n 100 leerlingen gemeld bij de leerplichtambtenaar. Vind je onderwijs belangrijk? Ja, want het is belangrijk voor je toekomst. Nou ja, niet altijd leuk, maar wel belangrijk. Ja, je moet later toch wel een baan hebben om je inkomen een beetje goed te hebben en een huis te betalen enzovoort. Dus ja, het is wel belangrijk. En spijbel je wel eens? Nou, soms. Niet heel vaak. Nee, ik spijbel niet, nee. Nou nee, eigenlijk niet. Kun je beter niet doen, want ik krijg je alleen maar problemen van. Nou, op het Steeneke College hebben we bijvoorbeeld op de locatie Rummerinkhoven zijn we spreekuren begonnen. Daar komen kinderen bij mij op het spreekuur die te laat komen, regelmatig te laat komen. Maar gaat het echt verder, wordt het echt spijbelen, dan worden de ouders meestal hier met hun kind opgeroepen op het gemeentehuis te verschijnen. En als het verder gaat, soms is het nodig dat ik op huisbezoek ga. Maar in principe, om efficiënt te kunnen werken, hebben we besloten om ze hier op het gemeentehuis uit te nodigen. Oh!
Het Klokhuis Centrum voor Kunst en Cultuur is een instelling die door de gemeente voor Harense bewoners is opgezet. De gemeente is onze werkgever eigenlijk, die subsidieert alle projecten die wij hier doen in het Klokhuis. En is het belangrijk dat de gemeente daarin bijdraagt? Zeker, zeker. Anders zouden wij niet goed kunnen functioneren. En wat voor activiteiten hebben jullie hier? We hebben allerlei activiteiten voor muziek, theater en dans. Dus voor alle kinderen tot van 3 tot 80. Wat doen jullie hier? Zingen. Ja. En wat? Allemaal liedjes, want we zitten op het kinderkoor. Is dat leuk? Ja, ik vind het van nu. Ja, ik ook. Dan wisten jullie dat de gemeente dit mogelijk maakt? Ja, mijn moeder gezegd. Ja. Nee, ik wist dat nog niet. En hoe vind je dat om hier in dit centrum les te hebben? Ja, leuk. Heb je hier ook nog meer dingen gedaan? Ja, ik heb hier ook blokfluit gespeeld. Zelfs een lokaal. En ja, ik ga hier ook naar de bibliotheek. De bibliotheek van Haren zit in het Klokhuis en ook de Biep wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente. Leen je vaak boeken in de Biep? Jawel. Ja. En wat voor boeken? Hoe overleef ik? Boeken, dat soort van boeken, zeg maar. Beetje spannende boeken. Ja. Ja, ik kom best wel vaak in de bibliotheek. En neem je altijd veel boeken mee? Ja, soms 1, maar soms ook al 10. En wist je dat de gemeente meebetaalt aan de bibliotheek? Ja, dat wist ik wel. Hoe wist je dat? Nou, gewoon. Hoe kom je er anders aan het geld? 1, 2, 3, 4. Naast het Klokhuis zijn er zowel op de basisschool als de middelbare school genoeg mogelijkheden om je talenten te ontdekken. De gemeente financiert diverse programma's om cultuur voor alle schoolkinderen in Haren toegankelijk te maken. Deze programma's kunnen door jouw school worden aangevraagd, net als bijscholing voor leerkrachten op cultureel gebied.